toer herhalen hier. En dan gaan we hier samen verder. Het laatste stuk. Ik heb mijn losse al gehaakt. En nu ga je hier in de laatste steken een stokje haken. Dus aan de rechterkant. Niet aan de schuine kant, maar aan de rechterkant. Aan die rechterkant moet je dus eindelijk op een toer uitkomen van 12 stokjes op een rij. En dan gaan we de eerste groep van 8 stokjes creëren. 8 stokjes, dat wil zeggen dus 8 stokjes met een losse ruimte ertussen. Nou, dan gaan we een keer losse maken en dan gaan we weer draaien. En dan ga je door. 1, dus nummer 2, 3, 4, 5, en dus nummer 6. 1 losse en dan ga je de steken weer herhalen. Dus 4 stokjes lossen, 4 stokjes lossen, 4 stokjes lossen, et cetera, et cetera. En in de laatste steek 2 stokjes in de laatste werk keren. En in de eerste steek 2 stokjes en dan door. En dan zie je me weer terug bij de rechterkant. 3, dat is nummer 4. Ik heb het groepje van 4 stokjes, het vijfde groepje van 4 stokjes ga ik plus een losse. En nu weer over alle steken in 1 stokje. 1, 2, nummer 3, 4, 5, 6 en in die keer los is nummer 7. 1 losse. Werk draaien. En nu zou je op 8 stokjes uitkomen. 1, dus nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7. En de laatste in de losse ruimte is nummer 8. Lossen. En dan ga je de steken weer herhalen. Dan ga je weer terug. En dan zal je 9 stokjes hebben. In de toer daarna 10. In de toer daarna 11. En in de toer daarna 12. In de toer daarna gaan we de volgende sectie van de breedte van 8 stokjes creëren. Dus blijf doorhaken. Net zolang tot je aan de rechterkant hier een groep hebt van 12 stokjes. En dan zie je hem zo weer terug. Ik heb de toer al zover doorgehaakt. Ik heb hier een rij van 12 stokjes. Vanaf de losse tot het begin zijn precies 12 stokjes. We gaan nu dus opsplitsen. We gaan vanaf de losse, inclusief de losse ruimte, 8 stokjes haken, los en dan 4 stokjes. Dus de losse heb ik al gehaakt. Dan gaan we 8 stokjes haken. De eerste in de losse ruimte, plus de andere 7 bovenop de stokjes van de voorgaande toer. 1, dat is nummer 2. 3, 4, 5, 6, 7 en nummer 8. Dan zul je zien dat je nog 5 stokjes over hebt. Dan maak je 1 losse, sla je 1 stokje over, dus 1 steek overslaan van de vorige toer. En in de laatste 4 haak je ieders 1 stokje. Dus in het begin, bij het starten van een sectie van 8, 4, 8, 12, etc. is alles vanaf de vierde steek vanaf de rechterkant. Dus de rechterkant. Nu hebben we van losse ruimte tot losse ruimte 8 stokjes. En hier was dat 4. Nu ga je door. Dus je gaat hier weer 8 stokjes op haken. De volgende is in de losse ruimte en de secties van 4 haken. Tot hier in het begin weer een groep van 12 stokjes heb en dan ga je weer de volgende 8 creëren. Vanaf het begin 4 steken, 4 stokjes lossen en dan de volgende 8. En zo ga je door tot je weer een groep van 1, 2, 3, 4, 5 groepen hebt van 8 stokjes op een rij. Dus hetzelfde als op deze manier. Alleen hier moet je nu 12 stokjes hebben voor je de volgende diagonale lijn weer kan gaan creëren door middel van de losse ruimte en 8 stokjes. Dus 1 losse, werk draaien,
Dan heb je 4 stokjes, dan worden er nu 5. En in de volgende toer 6, in de volgende toer 7, enzovoort, enzovoort. Tot je daar weer 12 stokjes hebt. Heb je die toer gehad, dan is de toer daarna weer opsplitsen. Ik ga je nu 8 stokjes haken. Dan ga je de toer daarna weer opsplitsen, 8 en 4, met een losse ruimte ertussenin. Nou, en dan ga je weer door, dat je in het begin, dus aan de rechterkant van de shawl, weer 12 stokjes hebt. En in de toer daarna split je het weer af op in 8 plus 4 met een losse ertussenin. En zo ga je door. Ik heb hier nu dus 12 stokjes. Dus de eerste groep van 8, dan ga je de tweede groep van 8 creëren. Dus je gaat 4 stokjes haken, lossen, 1 steek overslaan en 8 stokjes. Doe het nog even samen deze toer. Ik heb mijn keerlossen al gehaakt. Dus 4 stokjes in een rij. Dus nummer 1, 2, nummer 3 en nummer 4. 1 lossen en dan 8 stokjes op een rij. Dus iedere steek 1 stokje. Je slaat 1 stok van de vorige toer over. En dan kom je uit met je 8e stokje in de losse ruimte die gaat komen. Dus nummer 2, nummer 3, 4, 5, 6, 7 en nummer 8. 1 lossen en dan ga je door met de volgende 8 lossen, 4 stokjes, lossen, 4 stokjes, et cetera, et cetera. Het einde, aan deze kant altijd eindigen en starten met 2 stokjes in de laatste of in de eerste steek. De rest neem je zoals ze komen en doorgaan tot je hier weer 12 stokjes hebt. En dan ga je weer de volgende sectie van 8, groepje van 8 stokjes creëren met de lossen aan iedere kant. Tot je deze 2 banen ook weer 5 banen hebt. Dus 1, 2, 3, 4, 5 banen. Dit was hier. 1, 2, 3, 4, 5 banen. Als je die hebt gehad, gaan we door naar de volgende sectie. En dan gaan we door naar brede banen van 12 stokjes. Goed, ik heb hem al doorgehaakt richting de 5 banen van 8 stokjes. Gescheiden met een losse aan ieder zijde. Dus 1, 2, 3, 4, 5 keer 8 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5 keer 4 stokjes. De eerste 4 hier en aan deze kant de laatste 4, die blijf je aanhouden. Ik heb hier nu 12 stokjes voor de losse. Hier is de losse ruimte. En ga je nog eens 4 erbij maken.